staan hier bij een Kees 1056 van Willem. Willem, hoe oud is deze, het bouwjaar van deze tractors? 1988. En hoeveel pk is deze? Een beetje 105. 105. Nou, we staan hier met een 4-schaar Rumstadploeg en voorpakker. We gaan naar ploegen voor de mais. Een hele mooie trekker hier. Loopt mooi rustig. Ik ga er even omheen lopen. Een kijkje in de cabine nemen. Gewoon 4H-schakeling, zeker. Ja. En dan nog hier, één achteruit. Ja, eigenlijk 8. Oh ja, en dan hier nog een hoog laag, hè? Ja, klopt, ja. Ja. Dus. En 2 voor de ventielen. Ja, en hier heb je dat sensor-hydrauliek. Kijk, daar gaat hij. Werkt er goed? Bevalt wel goed dat sensor-hydrauliek? Ja. Een beetje traag, hè? Ja, ik had eigenlijk het idee traag. Ja. Is, de voerwielaandrijving, die is ja, toch een knopdruk, hè? Nee. Ja. Nou, dan ik kom naast je zien. Ja, maar. Dan ga je aan de gang. Sound. Mooie sound, hè? Ik ken hem ook helemaal hydraulisch, ja.
Ja. Hectare per uur? Nee. Anderhalf uur ongeveer. Ja, met die vorenpakker, dat kost ook allemaal tijd, hè? Ik word vrij regelmatig gestoord door een telefoontje of de mensen die even aankomen rijden. Ja. Of die komen filmen. Ik heb aan de andere kant van Elvoort heb ik grondliggen en dat is de blokken van twee mooie vierkante blokken van 2 hectare. Ja. Zodat er niemand gestoord wordt, dan kan je in 3 uur tijd kan je ploegen. Dan moet je wel goed gaan. Ja, maar je moet ook weer opzetten en de kant af, of de kop enden. Om die pakkerarm nou weer te lossen, dan doe je met dat ventiel. Thank you.